gaan wij naar de Olympische Spelen in Athene. En zoals je weet dreigt er terroristisch gevaar. En ondanks dat er ongeveer 1 miljard is uitgetrokken aan beveiligingsmaatregelen. En er 70.000 beveiligingsmensen lopen. En echt nog veel meer. Daarom nemen Valerio en ik vandaag het zekere voor het onzekere en gaan we een training Krav Maga volgen. Wat is Krav Maga nou precies? Krav Maga is een Israëlische zelfverdedigingssysteem. Het is een systeem wat gebruik maakt van instinctieve reacties van de mens. En het is daar verder ontwikkeld ook in het Israëlische leger. En daar wordt het momenteel tot op heden nog steeds gegeven. Het eerste wat belangrijk is, is dat als men met mij wil vechten, doe ik er alles aan om een gevecht te voorkomen. Oké, dat is de eerste, de belangrijkste regel in Krav Maga. We komen bij regel 2. En regel 2 houdt in, winnen. We doen er alles aan om te winnen. En op dat moment hebben we geen regels. Dus niet van mooie dingen doen. De verfijnde motoriek noem ik dit. Dit is fijne motoriek. Grove motoriek. Maak dat je weg. Wat is grove motoriek? Hij leek net zo aardig en lief. Maar het beest is los hoor. Wat zou ik hier kunnen doen? Ik ben een klein kind of ik ben een zwakkere vrouw. Kopstand zou kunnen, maar wat zou nog effectiever kunnen zijn? Knietje? Oké, dit bedoel je. Ja. Dat zou kunnen, maar wat kunnen we als eerste doen? Dat is niet. Het ziet er zo heftig uit. Ja. Je mag dus alles. Je mag bijten, alles. Op het moment dat jouw leven of iemand anders zijn leven in gevaar is, dan moet je er alles aan doen om te winnen. Ga even lekker, wat wil je? Ga eraan! Je moet het doen! Maar als jij dat doet, dan ga je al super agressief kijken. Zonder agressiviteit, zonder mentaliteit, ben je verloren. Als ik hier ga denken bij het mes, van lekker mooi techniekje, we hebben met een rubber mesje getraind, we hebben ontspannen, daar heb ik niks aan. Ik moet agressief zijn, ik wil overleven in mijn huis. Wat wil je? Hou je van appeltaart? Ik vind het best leuk. Ja, leuk. Ik ga nu iemand heel hard in zijn bal trappen. Wat ze nu gaan laten zien, ze gaan mij gijzelen. Ik weet dus niet wat er gaat gebeuren. Dus volgens mij ben ik echt alleen maar heel erg hard te sjaren. Je gaat mij... Oké. Wat eraan. Man, ik schrok me dood. En ik had altijd het idee dat de Power Rangers vette moves hadden. Wow. Mijn leven flitste voorbij. Oh, wacht even. Knijpen. Oké. En explosief. Boom. En een knietje nu erbij. En nu een knietje erbij. Of een trap, naar zijn kruis. That's it. Goed zo. En doorgaan. Je was goed. Dit is volgens de instructeur wat we kunnen verwachten in Athene. Oké. Dus wij zijn nu item aan het opnemen. Liggen! Kom op! Liggen! Allemaal! Liggen! Dit is serieus echt de meest heftige verdedigingstechniek die ik echt ooit heb gezien. Dit is gewoon, echt, het is echt heel erg heftig. Serious shit. Hoe gaat het nou, denk je, in Athene? Hoe het in Athene gaat? Ja, dat is het gaat, belangrijk. Het gaat heel goed in Athene. Het worden hele mooie Olympische Spelen. En ik weet zeker dat alles daar goed geregeld is en dat het een hele mooie Olympische Spelen wordt.